Hallo allemaal, ik ben Siri en ik ga vandaag de mensen van Best of the West interviewen. Ik ben thuis aan het ontbijten en ik ben super zenuwachtig, want ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Doei, tot later! 3, 2, 1, Best of the West! Talentenjacht is vanaf nu geopend en ik zou zeggen mensen, zet hem op. Applaus voor iedereen en voor de deelnemers. Ga naar je plek, ga naar je zaal, laat hem voor gaan. Wat vind jij het belangrijkste van dit festival? Dankjewel, Siri. Het belangrijkste van Best of the West vind ik dat kinderen van alle soorten afkomsten de kans krijgen om op een laagdrempelige manier op een podium met een goed kaliber, dus zoals Podium Mozaïek, gewoon daar kunnen staan of exposeren. En dat het gewoon kan. Iedereen kan meedoen. En of je wint of niet, dat maakt niet uit, maar je hebt meegedaan en je hebt jezelf laten zien aan de buurt en aan de wereld. Zijn jullie een beetje zenuwachtig? Waarom vind jij dat Best of the West hier plaats moet vinden voor de buurt en alles? Ik denk dat vaak heb je dat een organisatie een buurt nodig heeft, een doelgroep nodig heeft. Maar dit is andersom. West heeft Best of the West nodig, omdat het biedt iets heel unieks aan. En het is zo tastbaar, het is zo echt. Het is niet van oké, we gaan even fondsen aanvragen en wij gaan even een paar dingen doen voor de buurt en we zijn weg. Dit is investering. Ze investeren in de toekomst, in de jongeren en ouderen. Zie je? Nu laat je alles los wat daar beneden is gebeurd, hoe je hier terecht bent gekomen. Nu ben je gewoon klaar voor de stap. Oké? Je wilde ons wegplaatsen. Als je dat doet met zulke kleine boksen, vraag je af wat er zou gebeuren als je... Ja, ik vond de improvisatie best wel goed hoor. Als eerst ging het een beetje stroef, maar ik heb mezelf herpakt en ja. Ik ben op zoek naar rappers. Zitten die in de zaal of niet? Echt, niemand die wil groeten totdat ik in een merrie rijd. Niemand die wil groeten totdat ik in de Audi rijd. Wat zeggen we tegen mensen? Maak kapot! Doe je er lang over om zo'n tekst te schrijven? Nou ja, over deze tekst heb ik niet zo lang gedaan. Het kwam eigenlijk gewoon, ik typte zonder erbij na te denken. Omdat zeg maar, dit doe je dan uit gevoel. Dus dan is het echt zo, je hoeft daar niet bij na te denken. Ik vraag me soms af waarom ik hier ben. Waarom ik de mensen ken die ik ken. Waarom ik woon in een land met een stad. Waarom ik niet af? Wat ik wel vat, waarom er straattaal bestaat. Moeders die hun kind verlaat. Haat en verraad en de wereld niet vergaat. Waarom heb ik longen en waarom adem ik? Waarom geen adem of... Oh, ik snap het. Yin-yang, schaakmat, want op een schaakbord is er ook wit en zwart. Ja, misschien... Hey, jongens, ik begrijp het zinnen. Wij gaan naar de toekomst met opgeheven kinnen. Mama, ik zal bewijzen dat ik het kan. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. Sorry. Jij hebt mijn hart gestolen, ik kan het niet geloven. Baby, go laat je ben maar uit en I'm sorry. Jouw maar gestolen, ik kan het niet geloven. Baby girl later, ik en zeker jou, ja. Zij mag toch ballen, zij is groot. Ik weet dat je de jury bent en ik had een vraag, want er waren zoveel goede mensen. Hoe kan je daar een keuze in maken? Ja, ik vind het ook super lastig hoor. We hadden zoveel goede mensen, maar ook wat lastig is, is dat er heel veel verschillende disciplines waren. Dus iemand kwam zingen, er was opera, maar er was ook goochelen. Dus er zijn zoveel verschillende dingen dat het heel moeilijk is om dat te vergelijken. Dus om daarnaar te kijken, gaan we gewoon kijken wie het meeste potentie heeft in zijn discipline, zeg maar. En die het meest iets aan de prijs kan hebben, zeg maar. Van dramatisch zijn en emoties van het lied uitvoeren. In een toekomst nabij, maar nog niet aangebroken. En dus, tot die tijd, leven wij, van dag tot dag. Maar laten ons nooit, nooit en ten nimmer, van onze zinnen beroven. Dank u wel.